mooie stek om een uurtje of 3 te gaan vissen vanmiddag. Met de feederhengels. Eén hengel op een voerstek met mais. En één hengel ernaast met maden. Mais met een kattenbrokje begint zwevend boven de bodem, zakt vervolgens langzaam naar beneden en in de laatste fase, als het brokje zich helemaal volgezogen heeft en de vis is ermee gaan spelen, valt het brokje uit elkaar. Maden krijgen bij mij voor het ingooien altijd een dipje. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar ik denk dat het heel veel baat. Kijk, ze is lekker gaan bewegen van die dip. Binnen 20 seconden beet op de procalvietmaden, maar geen grote bodembedekkers. Ik heb nog geen fatsoenlijke brasem gezien. Het is allemaal dit soort vissen tot nu toe. De eerste serieuze bodemazer, een 50 plus Brasem. Leuke vis. En daar is nummer 2. Ook gevangen op mais. Net als de eerste. Nummer 3. Ook weer een maïsliefhebber. En de beste vis van 59 centimeter. Het begint serieus warm te worden als nummer 4 zich meldt. Ook weer op de mais. Mooie vis van 58 centimeter. Op de andere hengel zie ik, op de maden, op de andere hengel, zie ik eigenlijk alleen maar kleine witvissen en baarsjes. Tot nu toe. Nummer 5 kon de mais niet weerstaan met mijn brokje. Mooie 50er. 52 of 53 centimeter. Ik stop ermee, want ik zit levend te verbranden. Die vis die aast nog steeds, maar het wordt mij echt te warm. Tot de volgende keer.